30 graden is de verwachting. En dus heeft organisator Kerst Beukens al de nodige maatregelen genomen. We hebben hier op terrein alweer extra parasols neergezet. We hebben extra water op de finish. We hebben twee extra waterposten, zeg maar. Twee posten op het loopparcours. En ja, dat is op 2,5 kilometer twee waterposten. Dus dat is extra, zeg maar. Tijdens de triathlon in Zeewolde eind juni werd besloten om de starttijden te vervroegen. Dat gaat in Emmeloord niet gebeuren. Er wordt niet eerder gestart, omdat in de ochtend is het nog niet zo heel erg warm. En we houden ons wel vast gewoon aan de tijden die we hebben. Ook wordt de N50 tussen Emmeloord en Ens afgesloten vanwege de triathlon. Verkeer wordt omgeleid via de A6 en de Domineesweg Schokkeringweg. De nieuwe route is nodig omdat er voor het eerst een halve triathlon wordt georganiseerd. We hebben ook een samenwerking gevonden met de Hartstichting. En ja, die komen hier ook naartoe en triathlon beleven. En natuurlijk voor het goede doel, hè. En ja, dat was groei en daardoor hadden we een groter terrein nodig.